Goedemorgen Paul. Hey. Goedemiddag, het is net middag. Net. Het staat al op jouw shirt. Jij bent van Samenloop voor de Hoop. En er komt dit jaar weer een editie en er is een kick-off. Vertel daar eens wat over. Klopt, ja, de Samenloop zelf is op 14 en 15 juni 2019. En volgende week woensdag, 16 januari, dan geven we een kick-off bij Chocolate Lovers. En iedereen die wat wil weten over de Samenloop, als deelnemer, als sponsor, als vrijwilliger, die kan langskomen en dan vertellen wij precies wat is de Samenloop en wat kan je verwachten. En, ja, en je zegt bij de Chocolate Lovers, maar ja, die hebben tegenwoordig meerdere vestigingen, maar ja, dat is dan in het pand Zetelgebos in de Vlasmarkt, neem ik aan? De Vlasmarkt, ja, nummer 51. Ja, dus het grote pand tegenover de Mug, zeg maar. Dus daar kunnen lekker veel mensen in, dus we nodigen van harte iedereen uit. Maar even Samenloop voor de Hoop, dat heeft te maken met kankerbestrijding. En hoe werkt het nou als je dan als team zo loopt? Dan vraag ik me altijd af van, waar komt het geld dan vandaan wat het opbrengt? Ja, nou, een team bestaat uit 10 à 15 mensen en dat kunnen buren, familie, vrienden, collega's zijn. Die zeggen van, we doen mee aan de Samenloop en die halen zelf per persoon zo'n 100 euro binnen. En dat kan door deze chocolade te verkopen, door kaarsenzakken te verkopen waar je een tekst op kan zetten, door rommelmarkten. Dus iedereen legt geld in en op de Samenloop zelf zijn er ook kraampjes waar je spullen kan kopen. Ja, dat is niet zo dat ik zeg van nou, als jij je 20 kilometer haalt, ik zeg maar, dan betaal ik, dan sponsor ik 50 bij, zo werkt het niet. Dat zou ook een manier kunnen zijn, maar dat is helemaal aan de teams hoe zij aan het geld komen. Maar we willen graag geld aan de KWF geven, maar het gaat ook om het samen zijn, om het te beleven. We hebben ook eregasten, dat zijn mensen die kanker hebben of kanker overwonnen hebben. Die willen we die dag ook in het zonnetje zetten. Dus het gaat niet alleen om geld ophalen, maar ook om het, wat op mijn shirt staat, meeleven, beleven. En nou, dat is waarschijnlijk een hele lastige vraag die je ongetwijfeld ook misschien gewoon niet weet. Ja. Maar weet jij hoeveel mensen er ongeveer kanker hebben in Zeeland? Heb je daar enig idee van? Ik weet dat de kankerbestrijding zelf zegt dat 1 op de 3 personen in aanraking komt met kanker. Dus dat geldt ook in Zeeland. En daarom ben ik zelf ook vrijwilliger geworden, omdat ik het ook in mijn familie en omgeving had. En ik denk, ik voel me een beetje machteloos, dus ik ga wat doen. Nou, dat is heel mooi, ja. Maar nog één keer dus, aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. In Pand Zetelgebos, Vlasmarkt 51. Van hoe laat tot hoe laat? 6:30 kan men binnenkomen en om 7:00 starten we. En natuurlijk, het is bij Chocolate Lovers, dus er is ook... En de entree is gratis, neem ik aan. Tuurlijk, ja. Uitstekend.